Volgens mij kunnen we deze wel halen. Dat is wel redelijk simpel. Dat smaakt technisch heel erg afwijkend van de andere bier. Vanwege de challenge. Heel leuk. Leuke hopen we. Hoop dat je het ook leuk vindt. De bedoeling is, ik ga Karen zo meteen een aantal dingen voorschotelen. En het is de bedoeling dat zij gaat raden wat het is. Even wel een beetje. Een beetje ademen. Zo, en ik zie en ik ook nog een mondkapje op zo. Nee. Ben je klaar voor? Ja, ik wel. Jij wel? Oké, spannend. Even kijken wat we er mee allemaal aan kunnen komen zetten. We beginnen met de eerste. Even goed. Mag ik die al? Ja. Dit is een glas. Ja. Een klein stokje, mag ik even halen wat het is? Het is 7-Up. Voor jou. Oh, oké. Okay. En die goedkoper. Die goedkoop, zeg maar. Uh-huh. Helemaal niet meer raden. Huh? Helemaal niet meer raden. Nou, kijk, hè. Even. Laten we even kijken, zien wat het is. Kijk, en nou pak ik dus deze erbij. Ja. Ga die bij elkaar gooien? Nee. Dat is het goed. Niet bij elkaar gooien. Hier zit niks in. Tuurlijk zit er wel wat in. Gewoon even proeven. En dat is chocolademelk. Helemaal goed. En van Optimal. Helemaal goed. En dan doe ik even deze glas pakken. Ja. Dat ziet er. Interessante kleur. Geen theemoes uit. Ja, ik heb nou nog die chocolademelk. Dit is Coca-Cola met vanille. Nee. Niet? Nee. Coca-Cola met cherry? Nee. Ik had het ook niet gedaan, hoor. Dr. Pepper dan. Pepper? Honger. Zal wel. Ja, jullie weten het maar niet. Ik vind het een heel grappig smaakje. Het is wel een Coca-Cola. Ik heb geen idee. Maar ik hoor het wel. Doe maar gewoon even wat ik pak van 1, 2, wat ik van... Dus, oh my. Het is wel Coca-Cola, maar...
kom er niet op. Ik dacht, vernieuw je hem. Sherry is het ook niet. Vernieuw is het niet. Smaak heb je er ook nog bij met Coca-Cola? Geen idee. Nou ja, next. Op mij gewoon? Nee, dat doe ik zelf wel. Het is wel lekker, moet ik zeggen. Dat is deze. Was even leeg, denk ik. Dat, die heb ik leeg. Ik wil net zeggen. Ja, nee. Is wel grappig. Ga weg met die scooter. Nee, dat is fijn. Anders kan ik me niet concentreren, want ik heb het zo in mijn ogen. Dit is geen cola, nee. Nee, dat is geen cola. En maar die andere wel. Dat is wel cola, maar Emma met een smaakje eraan volgens mij. Maar geen cola. Die heeft ook smaak. Maar dit is geen cola. Nee. Daar ben ik het al over uit. Fernandes. Maar dan volgens mij de groene. Nee, dit is die. Hè? Hè? Ik weet het niet. Nummer 2. Ik kan niet weten. Geen cola. Nou ja, next. Next. Wat voor even leeg brengen? Lief, die is leeg, alsjeblieft. Lekker. Die is leeg. Ja, lekker. Dit is een smal blikje. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel van. Ja, en Arjan, en je, ik denk wel dat je nu gaat lachen. Ja, want je vond het al leuk. Bij de kassa. Uh-huh. Het is geen Dettol, nee. Dat is dat scheelt. En je smaak en die houdt je gewoon even de gek. Mag ik het even proeven? Hm? Ik ook even proeven, kijk wat het smaakt. Dat mag. Maar als je het blind moet proeven, inderdaad, van wat is dit voor smaak? En want dit lijkt heel veel op de eerste. Ja, maar het is compleet verschillende dingen. Ik heb een beetje drie dingen gekozen die een beetje dezelfde smaak hebben. Ja, dat is irritant. Maar toch compleet anders zijn. Hmm. Dit is mijn. Nou, Piet. Best smaak. Deze is ook wel grappig. En die kende ik ook al. Deze nog ken ik niet. Ik ken de derde en de eerste niet onderscheiden. Qua smaak. Wil je de eerste nog een keer te proeven? Nee. Ik zie het straks wel, want ik raad die toch niet. Oké. Okay. Nou, next. Wat is next? Dit is van hetzelfde merk als nummer 3. Alleen een ander smaakje. Weer een heel ander smaakje. Ja. Dit zijn drie compleet verschillende merken, die eerste drie. Denk ik, hoop ik. Geen idee. Geen idee.
beter maar in mij iets met de volgende keer iets met eten maken. Want bakken, ja. Zoals. Hè? Gaat voelen. Ja, of zo. Kan, kan meteen. Zo, die is zoet. Zoet? Even kijken. Is toch wel light? Ja. Ja, een light mag ik al niet hebben. Light mag ik al niet hebben. Die is heel zoet. Nee, ik vind het niet lekker, man. Er zit ook niet een smaak aan. Er zit geen smaak aan. Nee. Het is ook een light taste. Een lichte, ja. Lichte smaak. Ik kan het niet raden hoor, drinken. Nee. Het is lastig, hè? Ja, dat is een heel lastige. Ik zal hem ook niet uit elkaar houden allemaal. Maar drinken, dat is al sowieso al bij mij lastig, want dat, door mijn maagverkleining, dan loopt dat niet. Zeg al. Nee. Nou. Wat heb je nog meer, of is het nu... Ik heb er nog twee. Oké. Okay. Dus mijn excuus als jullie dit een hele saaie challenge vinden, maar... Als Ro en jullie het maar leuk vinden. Dat zeker. Dat is dan gewoon een blikje. Zo gaat het poppen. Ja hoor. Au. Volgens mij kan ik deze wel raden. Die zou redelijk simpel moeten zijn. Dat die heel, qua smaak technisch heel erg afwijkt van de andere vier. Als je het niet lust, moet je niet drinken. Weg zit je te trekken. Ginger ale of zo. Ginger beer. Van sterker smaak. Smaaktechnisch is niet het sterkste, toch maar. En van alles vind ik deze tot nu toe nog even het lekkerste. Oké. Okay. Even alles een beetje aan de kant voordat ik iets omgooi. Ja, het is een beetje deze kant. Laatste. Dit is een heel andere smaak. Ik ken hem zelf niet. Ja, deze heb ik wel eens een keertje gezien in het schap. Maar hoe deze heet... Iets, ja. Deze heet weet ik niet, maar er zit dus inderdaad een van deze dingetjes op. Ik heb het af en aan. Nee, dat maakt niet uit. Wat? Qua kleur lijkt hij op nummer 5. Ja, 5. Het smaakt waarschijnlijk heel anders zijn. Citroenig. Citroenig, oké. Okay. Moet je maar ruiken of proeven? Proeven. Proeven. Lekker. Mm. Heel erg citroenig. Het is wel heel citroenig, ja.
Mijn kaken die komen wit te werken. Laatste slok hoop ik. Ik kan hem niet raden qua smaak. Qua of het Coca-Cola is of weet ik veel wat. Ja. Maar geef mij maar wat tot eten of qua voelen of qua smaak. Qua eten, dat gaat bij mij makkelijker. Qua voelen. Een beetje gewoon te drinken? Nee. Drinken heb ik nou genoeg. Okay. Maar geef mij maar qua challenge iets met eten, voelen, wat het is. In plaats van drinken. Oké. Jij wil eten voelen? Ja, dan gaat deze even hier naartoe. Wil je dan zometeen even die blikjes gewoon eventjes op een apart vensterbank neerzetten? Ja. En voor de veiligheid van die. Ah. Bah. En je mag ook een paar potjes pakken hoor, om mij te laten proeven. Ja. Als het maar geen brood is, dan vind ik het prima. Lekker brood, ja. Dan zit ik gelijk op de wc-pot. Ja. Dit is leuk. Oké. Ja, ik wacht op eerst even totdat je alles. Hey, kom even aan de kant, Thomas, loop maar door. Goed, zo. Even kijken, wat doe je? Ik doe even een horloge op, jongens. Ik weet niet hoe vies ik ga worden. Het is ook wel even lekker. Al die warmte. Zo, blikjes even aan de kant. Ik doe ook mijn ringel even af, als ik me eraf krijg, ja. Even kijken, ik heb een aantal objecten op tafel. Ik zal je het eerste object geven. Dit is een bosuitje. Oh. Heb ik hier het tweede object voor je? Granaatappel. Oké. Object nummer 3. Dit is een paprika. Ja. Alleen de kleur weet ik niet, want dat kun je nooit meer weten. Kleur kun je voelen. Nee. Nog een object? Avocado. Ja. Ja. Wat is dit voor snikker? Hint, het is geen groen. Nee. Zou ik niet van eten, je mag niet hebben. Niet? Nee. Wat? Zie ik hem toch proef. Mozzarella? Ja, heel goed. Lekker met peper. Ik heb niet alles op, hè. Komt, hè. Ja.
Wil je blikjes weer voor je halen? Kijk wat het is. Nee. Ik ben dit wil. Is toch wel lekker, mozzarella. Ja, niet eens wel. Nee, maar het is maar net waar je het koopt, waarschijnlijk. Want ik heb het één keer bij de Aldi gehad en één keertje vanaf de Lidl. En daar ben ik gewoon ziek van geworden. Oh. Deze haal jij zeker altijd bij de Jumbo, hè? Ja. Oké. Okay. Heb ik nog twee dingen voor je. Twee flesjes, niet van proeven. Een flesje één. Die flesje twee. Smaak lijken ze ook op elkaar. Kan weer rood. Dit is citroen en dit is limoen. Helemaal. Nog één? Nog één. Iets met smaak. Ik wil iets met smaak proeven. Iets met smaak. Ja. Wees gek. Doe gek. Smaak. Ja, smaak. Heb je twee dingen met smaak? Ja. Doe het anders op een klein bordje en met een soort van lepeltje of zo erbij. Ja. Klein bordje. Lepeltje erbij. Hier zijn hier een schaaltje. Een lepeltje. Oh, dit is die ene dikke lepel vanaf daar vandaan. Ja. Een ander lepeltje. Nee, maar even een ander lepeltje. Want okay. Even een normaal lepeltje. Een normaal lepeltje. Ja, die en die ik anders ook heb. Ja, een normaal lepel die ik ook anders normaal heb. Ja, deze en deze is goed, schat. Kappertjes. Ja. Het volgende. Proef maar. Dit is zonbal. Ja, helemaal goed. Is lekker? Dat is sambal. Ja, en die van Richard. Uh-huh. Moet je die maar zo proeven? Nee, dankjewel. Niet zomaar sambal proeven. Zo, was dat alles? Dat was alles. Dat is dan de blikjes weer voor je neerzetten. Ja. Verrassing. Even aan het licht, Benno, hoor. Ja hoor, daar staat. Nou, oké, even kijken. Dit is cola. Marshmallow. Ja. Dus ik had dus cola groet. Ja, cola had je gedaan. Ja, cola.
Dit was Dr. Pepper. Dus ik zei al... Cherry Cola. Ja, nou... Dat was de Cherry Cola. Kun je iets uitbrengen. Ja, een light cola mag ik nooit eigenlijk hebben. Light. Okay. Light, maar zo'n laat lichte smaak. Nee, light. Dat is niet zoals deze normale cola's. Want light, en daar zit dus aspartame in. Nee. Ginger beer had ik goed. Helemaal goed. En die heb je gezien in de winkel. Limonata. Ja. Ja. Oké, okay, nice. Ja, nice. Mag ik ook een beetje proeven met Dus ja, dat was het proeven met Karin en in opdracht van Roderick. Maar Roderick is dus zondag de pineut bij mij. Vind ik dat leuk? Geen idee. Ik wil zelf dat proeven. Nou, mag jij lekker alles opdrinken? Alles opdrinken. Kijk maar dat citroen. Welke is heel erg citroenerig? Deze hier. Mooi. Ja, het staat erop, citroenen. Ja. Dus. Cheers. Dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Yay. Yo.